belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Verschillende blokken in de gevangenis zijn geïsoleerd vanwege een uitbraak van het coronavirus. Dat betekent dat gevangenen in de geïsoleerde celblokken door de uitbraak hun cel niet mogen verlaten en geen bezoek mogen ontvangen. Ook worden er geen gevangenen meer naar de rechtbank vervoerd. Met de isolatie hoopt de SDKK verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Toch blijft het aantal besmettingen de afgelopen dagen toenemen, hoewel het niet bekend is om hoeveel besmettingen het precies gaat. Booteigenaren die hun boot hebben bij Caracas Bay, maar die niet hebben geregistreerd of er niet voor betalen, moeten hun boot weghalen. Dat heeft mevrouw Ernestina van het ministerie van Volksgezondheid, Natuur en Milieu gisteren gezegd tijdens een persconferentie. Het is tijd om de regels duidelijk neer te zetten en ook te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, aldus Ernestina. De afgelopen tijd zijn er verschillende gesprekken geweest met booteigenaren en vissers. Na Qualectra, nós temos tempo para servir ora com mais de comunico. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, foi de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por favor. Para escolher para transita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca, para o bichita cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, a Qualectra, seu centro de cliente, está claro para ser vivo na e momento que você comini a bo. Er zal strenger gekeken worden naar de wijze waarop de havens worden gebruikt op Curaçao. Minister van Volksgezondheid, Pieter Janga, zei gisteren dat als iedereen die een boot heeft liggen bij Caracas Bay er ook daadwerkelijk voor betaalt, er jaarlijks 35.000 gulden in het laadje van de overheid terechtkomt. Volgens Frenzel Marchena van AVB is daarnaast een groot probleem dat er 180 vissers op Curaçao staan geregistreerd die geen plek hebben bij een van de havens op het eiland. Dat moet veranderen, aldus Marchena. Het was al aangekondigd, maar nu gaat daadwerkelijk de prijs van brood omhoog. Bij Panaderia Isa gaat de prijs vanaf morgen met 10% omhoog. Dat betekent dat een wit brood 3,60 gulden kost. Pansera in een zak van 5 stuks gaat 4 gulden kosten. Volgens Panaderia Isa zijn de kosten met 50% gestegen. Maar is ervoor gekozen om de verhoging niet in één keer door te voeren. Het aantal meldingen van huiselijk geweld neemt toe op Curaçao. Gisteren meldde zich een vrouw op het politiebureau van Rio Canario. Ze was danig in de war, maar ook duidelijk mishandeld en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie is nog op zoek naar de partner van de vrouw, die wordt verdacht van mishandeling. De herdenking van de slavenopstand van 17 augustus 1795 wordt morgen groot herdacht op Curaçao. Het is dan 227 jaar geleden dat Tula en andere slavenleiders in opstand kwamen. Tijdens de herdenking bij het monument van Tula op Rif zal er onder meer gesproken worden door minister-president Gilmar Pik-Pisas en zijn er veel verschillende culturele optredens. Ook zal een delegatie van het Nederlandse parlement aanwezig zijn en een krans leggen. De voorbereidingen voor het straatfeest Kaya Kaya 2022 zijn in volle gang. Het straatfeest in Siri Otrabanda vindt plaats op 27 augustus. Gisteren kwamen geïnteresseerden en sponsors bijeen bij de opening van een amfitheater in de wijk. Deze is genoemd naar Jopie Hart, een Otrabandista in hart en nieren. Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.